De Heemraadsingel tijdens de zeer koude hongerwinter. Tussen de bomen door zien we het karakteristieke houten bruggetje. Er was geen aanvoer van kolen meer. Men had daardoor ook geen verwarming, geen elektriciteit en geen gas om te koken. Daarom krioelt het van mensen die als goudzoekers voet bezig zijn om de verharding van het voetpad op te graven en het materiaal te zeven. Dat pad was verhard met de kolencintels uit de elektriciteitscentrales en men hoopte nog onverharde stukjes kool te vinden om daarmee de laatste aardappels of suikerbieten te kunnen koken. Omdat er geen straatverlichting meer was, heeft men op de bomen witte banden geschilderd, zodat die nog een beetje zichtbaar bleven. Maar nadat veel mensen een deel van de meubels en de vloerbedekking hadden verstookt, werden er ook bomen omgehakt.